Ik kan me ook niet voorstellen, maar het enige wat ik me kan voorstellen is dat Hiske open kaart speelt met Shelly. Shelly geld gehaald van Trein BV. Ja. Ja. Ja, want dat zou ik met zijn geld kwijt. Ja, pleurel. Ik zweer het. Heb zij. Ja. Ik heb een briefje gehad met daarop vertel Hiske dat Shelly geld van Trein BV heeft gehaald. Maar ja, dat kan ook weer. Maar hoe sta je er dan op buiten? Als mensen van buiten al weten dat jij geld hebt gejat. En je moet over 6 weken naar buiten. Nou, dat is niet best. En weet je, ik krijg ook elke keer opnieuw vertrouw alleen jezelf, vertrouw alleen jezelf. Ik vind dat eng als mensen dat zeggen. Ja. Zeker omdat ik gewoon hier 4, 5 mensen echt vertrouw. Mm. Dan denk ik van, naaien jullie me dan of zo? Ja. Ik hoor dat ook iedere keer. Waarom zeggen mensen dat? Ik weet niet, ik vind dat nooit leuk om te horen. Of dat wil je ook helemaal niet horen. Nee. Oh. Ik heb echt geen zin in hoor, Brenda zo noemt. Dat soort dingen, daar hou ik gewoon niet van, weet je. Ja, maar dit is al 2 uur geleden hoor. Hij heeft niks gezegd, niks laten merken. Maar Brenda wil het spel spelen omdat hij gaat winnen. Gaat alles doen wat de andere groep weer gaat doen. Wel? Ja. Hij gaat mee met alles wat hun doen. Oké. Als Brennan op mij zou stemmen, maak ik levensjury hier, echt. Dan heb ik nog 24 uur hier en maak hem kapot. Maar meerdere mensen. Nee, ik kan me echt niet voorstellen dat hij dat doet. Ik kan me ook echt niet voorstellen. Daarom denk ik dat ze op mijn risico gaan. Maar waarom zou een Brennan... Maar Shelly ons nu niet. Nee, afzuigen ze het aan. Maar waarom zou Brendan naar Mariska toe gaan om te zeggen dat ik niet te vertrouwen ben? Nou, het kon best zo zijn dat Lex dat tegen Mariska heeft gezegd. Oh, oké. Maar waarom zou Brendan naar Lex gaan? Ja, omdat, dat heb ik ook nog. Ik heb zoveel briefjes gehad, niet normaal. Daar stond iets van dat het andere groepje er alles aan doet om Lex te beïnvloeden om haar bij hun kant te laten. Dus ja, als je natuurlijk dan iets hoort over jou, is het heel makkelijk om naar zo iemand toe te gaan. Dus Brennan doet er echt aan mee? Brennan doet er echt aan mee. Hij zet het spel aan het spelen en alles wordt opgestoken door Andrea en Jordi. Jordi? Niet Shelly? Die zouden ongetwijfeld ook iets hebben, maar Andrea schijnt ergens te zijn. Oké. En Andrea en Shelly... zie mij maar al te graag kapot gaan. Nou ja, kapot gaan lukt je niet. Mij wegkrijgen lukt je ook niet. Brennan, vuile huigelaar. Die heb ik al een paar keer gehad. Vorige markt ook al. Toen dacht ik van, nou ja, fuck it, weet je wel, whatever. Maar die heb ik ook heel lang geleden al een keer gehad. Kijk uit met hem. Wat een gaar, man. Ik kan me dat niet voorstellen. Ja, ik wel. Brennan wil echt winnen, hè? Ja? Maar als mensen echt willen winnen en... Kijk die paniek, kijk waar Jordi mee bezig is, kijk wat Lex heeft gedaan. Mensen gaan echt rare dingen doen, hoor, Poes. Ja. Echt rare dingen doen. Heb jij niks gehoord dan? Ja. Wat? Mag even kijken. Wat? Mag even kijken. Oh. Dan mag je dat wel snel doen. Er is niet heel veel tegen me gezegd. Nee, bij mij ook dus niet echt. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat ik naast Shelly stond. Ja. Nou, ik denk dat het naast André, hè, maar... Oh.